Goedemorgen! Ja, het is wel erg vroeg, hè? Nou, of goedemiddag. Of een hele goede avond, want we weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. Goedenacht, kan ook nog. Ja, dat kan ook nog inderdaad, dat waren we nooit gedaan. Nee. Nou, laten we al die afleveringen opnieuw beginnen. Goedemorgen, goedemiddag. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Matchy op TV, deel 158. Dat is Gert. En dat is Ron. Nou, 158. Ron. Oh nee, Gert. Gert, ja. Wat hebben we vandaag in Matchshop TV? Dat zal je vertellen, ik heb geen flauw idee. Nee, dat geloof ik. Dat zijn geloof ik een aantal beginners trucjes ook. Ja, het zijn vooral beginners trucjes, maar degene die nu denkt, oh, dan hoef ik niet te kijken, nou blijf vooral even hangen. Want ik denk dat er toch een paar bij zitten waarvan je denkt... Nou, ik ben benieuwd. Ik zie hier Genie. Ja. Ja. Fifth. Dimension. Ja, de vijfde dimensie. De zigzag. Ja, dat is een oudje die we al heel lang. En super shot. Sure shot. Sure. Oh ja, sure. Shot. Sure. Nice. Ja. En om toch niet helemaal alleen maar dat te doen, heb ik ook een visualizer even erbij gepakt. Oh, dit is van Lion Motion. En dat is wel een hele aparte. Hoewel die eigenlijk ook als ik hem doe, denk je, nou, hoe is dat alles? Maar er zitten een paar kleine grappige extra dingetjes in. Nou. Dus ik zou zeggen, zal ik dan maar beginnen? Ja, want ik begin niet. Hey, om zo maar toch te zeggen, beginnerstrucjes. Zoals je weet hebben wij goochelen.nl. Dat is een lijn met goocheltrucs voor beginners. Maar het zijn wel allemaal hele leuke goocheltrucjes. En ik merkte dat ik toch wel een beetje nu het idee had van... joh, dat is al 5 jaar, als het niet langer is. Is daar verder niks meer echt bijgekomen of aangepast. En ik ontdekte deze lijn en ik heb een paar trucjes besteld om uit te proberen. En ik merkte dat het toch wel heel erg leuk was. En deze, om maar eens een voorbeeld te geven, die Sure Shot... die liet ik op een gegeven moment in de winkel zien. Eigenlijk ook aan gewone goochelaars. En toen dacht ik, het is toch eigenlijk wel heel erg goed... Dus dacht ik, ik ga het toch een beetje uitbreiden. Er zitten misschien trucjes bij waarvan jij nu als ervaren goochelaar zit te kijken van nou, wauw. Maar dan heb je hem in ieder geval gezien, dan weet je ook weer, hé, hoe gaat het ook weer. En er zitten trucjes bij waarvan ik toch denk dat jij denkt, nou, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo grappig. En ik moet ook voor één trucje, maar daar kom ik straks op, even wat credits geven aan Rob Molien. Oh. Maar dat doe ik straks. We beginnen even met de Fifth Dimension. Ja. Ja. Dat is deze. Ik heb hier een plaatje en je mag het even bekijken. Misschien kan je even uitleggen aan de mensen wat het is of waarvan je denkt dat het is. Ja, het is een of ander framepje, maar er zit een glasplaatje van plastic in. Een plexiglas glasplaat zit erin, ja. Nou, ik weet ook niet helemaal wat het is. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem gekocht op AliExpress. Want ik dacht, ik wil een fotoframe hebben voor een foto. Maar ja, dat was natuurlijk zo'n afbeelding. Dus ik kreeg hem. Ik heb zo'n hele grote familieposter van ons, weet je wel, zo'n bushok. En ik zag dit op AliExpress. Toen kwam binnen. Ik denk, oh, is dit het? Dus het was meer een soort pasfoto-idee. Toen dacht ik, ja, wat kan ik hier nou mee? Weet je wel, dit is ook heel raar geplaatst. Ik bedoel, ik heb een speelkaart. Je mag er ook nog even. Of daar, ja, er zit een gat in. Nou, ja. Dat is voor makkelijker voor straks namelijk. En een potlood. Nou ja, dat is ook verder niet heel, heel bijzonder. Gewoon een potlood. En toen dacht ik, wat kan ik nou? Als ik nou, dacht ik, dat die kaart hier dan insteek, dan krijg je als het ware dat ik, dat paste dan precies. Zie je dat? Maar, daar zit zo'n stom raar dingetje in. En toen dacht ik, wacht eens even. Ik heb wel eens gehoord van de vijfde dimensie. Jij ook? Ja, zeker. Ja, daar heb iedereen natuurlijk van gehoord. De vijfde dimensie, even voor de duidelijkheid, dit is dus allemaal massief plaatje zit erachter. Ja. De vijfde dimensie is namelijk een dimensie waar je dus eigenlijk doorheen kan. Wat je dus eigenlijk niet kan zien. En als je goed kijkt, dan zie je dat het potlood dwars door die kaart heen gaat en dwars door die glazen plaat. Zie je dat? Ik zal het een beetje zo doen, dan kunnen ze het thuis ook goed zien. Dat is toch raar of niet? Ja, dat is zeker raar. Ja. Dat is mooi. Als jij dat potlood even vastpakt en we trekken zo dat potlood eruit, dan zie je dat het gat er nog steeds in zit. Zie je dat? Ja, je kunt het zien. En toch, als je dat kaartje dan weer een beetje vandaan haalt, en dat is altijd eventjes een gedoe, dat is het vervelende met dit soort dingetjes. Maar dan haal je hem er vandaan, dan zie je dat het glasplaatje toch eigenlijk
gewoon massief is. Zie je, als je het met potlood... Ja. Nou, dat is toch een fantastische truc met een leuk verhaal over... Ik weet het niet. Ja. En om te bewijzen dat het geen illusie was, de kaart is natuurlijk nog steeds echt, daar is je echt heel doorheen gegaan. En het glasplaatje. Het is ook allemaal te onderzoeken. Ze mogen het zelf ook gaan proberen. Als iemand denkt, nou ik weet hoe het werkt, dan mogen ze dat gaan proberen. Nou gaat ze natuurlijk niet lukken. Dan ga ik het ook niet proberen. Nee, dat heeft echt geen zin. Hey, dit is de fifth dimension. Dus dat is eigenlijk één van de vier die ik er nu heb. Ik heb er volgens mij 6 in totaal nu. Misschien komen er nog wel meer bij, maar ik moet even kijken dat ik niet... Ik wil wel dat het, dat ik wil eigenlijk de beste wil ik hebben. Dus die vond ik heel erg leuk om te doen. Dit is ook een hele leuke. Dit is de genie in the bottle. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Nee. Ken je deze? Ja, volgens mij wel, ja. Ja? Ja, volgens mij hebben we die wel eens gehad. Nou, ik denk het niet. Oh. Ik kan het me niet meer herinneren. Jij mag voor mij eventjes het flesje even controleren of daar iets geks mee aan de hand is. En het is heel belangrijk dat je... Ja, er zit een geestje in, dus kijk uit. Ja, je maakt hem wakker. Heb je ook de bodem gecheckt? Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, dat is heel belangrijk, want het zit hem namelijk in de bodem. Oh. En je mag eventjes het touwtje controleren. Dus heel belangrijk de bodem checken en eventjes het touwtje controleren. Of daar, nou ja, dat is gewoon een stukje touw, is verder niet heel bijzonder. Hé, hey, en nou komt het grappige. Want er zit dus een geestje in die fles. En als je nou het touwtje zo in die fles steekt, dan zeg je tegen die geest... Hou vast, moet maar zeggen. Hou vast. Ja, je denkt, maar dan werkt het. Want dan houdt hij namelijk het touwtje vast. Zie je dat? Je kan een beetje een touwtje trekken, maar het touwtje zit echt vast. En als je zegt, hou goed vast. Kijk, dan houdt hij zelfs het hele dingetje vast. Zie je dat? Alleen maar omdat je hem goed vast hebt. En als je dan zegt, laat los. Dan laat hij weer los. Ja, dat is toch fantastisch? En je hebt zelf gekeken, er is niks aan de hand. Je hebt ook de bodem gecheckt, weet je wel. Nou, en dat is toch een fantastische leuke goocheltruc. Ja, oh ja, oh ja, dan gaan ze het proberen. Dus, Nee, het geestje luistert alleen naar zijn baas. Oké. Nou ja, het is een leuk dingetje. Ik denk serieus dat er genoeg mensen zijn. Dit zit voor mij wel in goocheldozen, maar dan zijn ze zo klein en niemand leest dat, niemand bekijkt dat. Ik moet je zeggen, ik wist hoe het werkte. En toch ga je dat dan doen en denk je, het ziet er toch wel heel geinig uit. Ja, ja. Dus dit is de genie bottle, geloof ik. De genie bottle, ik weet niet exact hoe die heet. De genie? De genie bottle. Ja, en dan deze. En nogmaals, hier moet ik een beetje credits geven aan Rob Molina. Ik vertelde net al een verhaaltje over, AliExpress. Ik verkoop deze al. Dit is de zigzag. Het is natuurlijk gebaseerd op een hele grote illusie. Zo'n magische illusie waarbij je vrouw erin en een hak, en alles. Nou, dat gaan we nu ook doen. Alleen, Rob die kwam hier toen eens een keer en die, ik heb hem hier ook staan. En die ging dat trucje doen aan iemand. En die hing een verhaal op. Over dat hij op AliExpress een fotoframe had gekocht voor zijn familie. En dat was zo'n frame. En nou ja, je krijgt dat thuis. En dat is altijd ellende natuurlijk. Dat was zo'n klein rotframetje. Nou, daar kon niet eens foto's in. Dus nou, heel verhaal. Toen deed hij zijn speelkaart erin en alles helemaal te gek. Dus dat ga ik nu niet ook vertellen. Maar dan weet je even dat het verhaal is. En ik heb hier ik ga de doorgezaagde koning doen. Oh. Ja, en dan hebben we het niet over Willem-Alexander of koning Filip, volgens mij van België. We hebben natuurlijk ook Belgische kijkers. Nou. Nee, ik heb hier de Ruitenkoning. Ja. En wat ik ook even ga doen, ik zal een klein stickertje zeg maar even op die Ruitenkoning plakken. Dat is op zich best wel geinig. Want ik heb dus gemerkt dat je dan een extra dimensie aan het effect kan geven. Dat heb ik gisteren zelf bedacht, dus... Ik ben er wel een beetje trots op. Dus je stopt die koning, stop je er zo in het frame. Zie je dat? En dat kan je dus aan beide kanten keurig gewoon laten zien. Zie je dat? Zit er echt helemaal in. En nou komt het. Als je de magische zwaard zo... Doe jij ook maar even die onderste. Oh, jij doet ook altijd zo'n mooie... Kijk, dan kun je namelijk het midden... Kun je zo heel langzaam verschuiven. Zie je dat? Ja. Dat is toch te gek? Dat ziet er toch mooi uit, hè? Het zeker met het stickertje erop. Ja. Zie je dat? Dus dat kan je gewoon zo verschuiven. Het is een soort magische, ja, zigzag-illusie-idee. En het leuke van zigzag-illusies is dat het gelukkig ook wel weer hersteld kan worden. Want ja, drie koningen,
Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus dit steek je er weer bij. Dan moet je even de magische herstel doen. Dat is eigenlijk... En dan de onderste. Oké. En dan is het weer hersteld. En dan kun je inderdaad de kaart weer de andere kant op schuiven. En dan is hij weer helemaal hartstikke hersteld. En dan komt hij er weer in één gedeelte uit. Ja. Leuk, hè? Ja. Nou, ja. Dat is de zigzag. Je hebt er verder niks uit, maar het is natuurlijk wel een fantastisch leuke truc. Leuke toevoeging trouwens, dat stikkertje. Dat stikkertje, ja, ja. Daar kwam ik gisteravond op. Ja. Ik was erbij aan het etteren en aan het rommelen. Toen dacht ik, wat nu als ik er een stikkertje op doe? Ja. Dus, het is ook wel leuk om te vermelden. Ik heb overal een Nederlandse uitleg van gemaakt. En dat stikkertje heb ik toevallig een beetje... Ik heb het niet helemaal uitgelegd zoals nu, maar later kwam ik erachter dat dit dus ook kan. Maar goed, stikkertje wordt er ook bij. Stikkertje. En dan hebben we deze. En deze ken jij misschien wel, misschien niet, ik weet het niet. Ik kende deze totaal niet en hier heb ik al heel veel goochelaars helemaal gek meegemaakt. Dus ik hoop dat het gaat werken vandaag. Nee. Hey, ik heb hier een dobbelsteenbakje. En dat doen wij thuis heel vaak. Dan gaan we dobbelen en dan heb je bijvoorbeeld nu 7. En als je bijvoorbeeld 2 keer schudt, dan heb je geen ander getal. Zie je dat? Ja. Nou, dus je kan zo vaak schudden als je wil. Nu zijn het 5. Wat jij even mag doen, is je mag die dobbelstenen een beetje rollen. Jij mag ook in het bakje, maar maakt niet zoveel uit eigenlijk. Ja. En schud ze maar een beetje, zodat je ook niet weet... heel goed. Ja, heel goed. Wat nu als ik nu zou kunnen voorspellen welke getallen erboven liggen? Ja. Dat zou een hele mooie toevoeging zijn. Als jij nu, ik weet het niet, hè? Ik kan niet voorspellen. Dus als ik nu kijk en ik zie bijvoorbeeld een 6 en een 4, dat zou wel hele mooie, dat zouden we nooit van tevoren kunnen weten. Ben je er mee eens? Maar wat nu als ik dus bijvoorbeeld zou kunnen schudden, en nu liggen er waarschijnlijk hele andere getallen. Ja. En wat nu als ik zou kunnen voorspellen dat dat een 1 en een 4 is? Kijk! Een 1 en een 4, ik hoop dat je het kan zien. Ik denk het wel. Dat is mooi, hè? Ja. Hey, en een 1 en een 4, eigenlijk is dat dus als je het goed bekijkt, hetzelfde. Als je een 4 met 2 dobbelstenen wil maken, dan krijg je een 1 en een 3, heb ik nu. Maar de 1 van net, die is nu de 3. Ja. Ik kan de hele tijd doorgaan, hoor. Dus je kan in het bakje schudden. Nou, dan weet je gewoon niet wat er ligt. Nee. Dit is toevallig een 5 en een 3. Maar wat nu als we die ene 5 naar die kant verplaatsen? Hop, en dan daarnaast bijvoorbeeld een 6 hebben. Dan heb je een 5 en een 6. Kijk, zie je dat? Ja. En dat kan je dus van tevoren voorspellen. Hè? Dus noem eens getal. 2 en een 8. Oeh, nee, die staat niet. Nou, laat. Een 2 en een 8. Ah, wel een 2 en ik doe een 4 deze keer. Maar je kunt dus elke keer kun jij voorspellen wat er geschud wordt. Het principe kennen we natuurlijk wel, want dat is toch echt wel dit idee. Ja, ja, ja. Alleen op deze manier kende ik het niet. En het feit dat jij het dus echt kon voorspellen. Nogmaals, als ik dit aan goochelaars laat zien. En dat zijn echt mensen die hier al heel vaak komen. Die echt wel heel veel goocheltrucs hebben. Die echt wel heel veel principes al kennen. Nee, dit is een mooi principe. Niemand snapte dit. En het is, ja, je kan het... Maar je kan het denk ik ook heel goed combineren met een kaarttruc of weet ik veel wat. Dit kan je fantastisch combineren, want ik weet nu al wat de uitkomst gaat zijn als ik dit doe. Ja. En dan zeg ik het, maar nu denk ik een 3 en een 2, maar ik weet het niet 100%. Ja, zie je? Dus als ik weet dat het een 5 wordt, of in dit geval, dat is slecht. Nou ja, dit is ook wel leuk. Nu zitten 2 rechts en de 3 links. Wat je ook kan doen, maar dan moet je eventjes... Een beetje anders schudden. Ah, nee, dat moet ik zeggen. Dan hebben we de max. Maar je weet dus van tevoren wat de gerold gaat worden. Ja. Dus dat kan je perfect combineren. Ja. Maar je zou het ook kunnen combineren met... Ik heb een beetje last van mijn nek. Een beetje mintel erbij. Ja. Als je daarna zegt, nou weet je wat, dan haal hem eruit. Stop hem in je hand, stop hem achter je rug. En dan weet je ook nog steeds wat het gerold is. Dus dan krijg je een beetje een soort mind reading-achtig idee. Dus Sure Shot. Ik vind het serieus een hele toffe, makkelijke goocheltruc. Die waarbij je mensen echt goed kan verbazen. Nou, dat zijn een beetje de trucjes.
Wat ik zeg, echt voor beginners superleuk, maar ook voor iemand die al wat langer goochelt, zitten er echt wat leuke dingen bij. Misschien eens een keer voor een workshop of als jij een lezingje moet doen voor mensen. Ja. Als jij eens een keer een cadeautje wil kopen voor iemand die begint met goochelen, laat hem zien. Welke prijs moet ik Het is allemaal onder de 10 euro. Allemaal onder de 10 euro. 9,5, 9,5, 9,5. Allemaal 9,5. Superleuk. Er zit allemaal een Nederlands videootje bij. Er zit ook gewoon de originele Engelse uitleg bij, dus is het open. Maar daar heb ik naar gekeken en ik heb eigenlijk vertaald. En sommige dingen weet ik nog, heb ik een klein beetje aanvulling opgenomen. Sommige dingen geven zij wat meer uitleg. Nou, ik denk als je de Nederlandse uitleg kijkt, dan ben je er helemaal. Dus ja. Leuk. Heb je er nog één? Ik heb er nog even eentje. En dit is, toen ik hem zag, dacht ik, oké, ik ga hem je laten zien. Want het is een heel klassiek, oud, bekend principe. Ik heb hem nog nooit gedaan. Maar letterlijk nog nooit. Ik heb er überhaupt nog nooit mee geoefend. Dus dit is de eerste keer dat ik deze truc ga doen. Maar het principe ken ik al 100.000 jaar, dus dat gaat wel goed komen. Nee. Hoop ik. Hey, ik heb een spel kaarten. Het is redelijk geschud. En wat we gaan doen is, ik ga een aantal kaarten pakken. En die ga ik plaatje omhoog doen. En dan de rest van het spel doe ik plaatje naar beneden. Dus dan heb ik ongeveer de helft van het spel plaatje omhoog. En de andere helft van het spel plaatje naar beneden. En dan ga ik iets heel vervelends doen. Want die schud ik namelijk zo door de war. Zodat de kaarten face up in face down liggen. Ja. Zie je dat? Alright. Hey, en nu ga ik het volgende doen. Jij mag voor mij een willekeurige kaart. Zometeen. Ik ga het eerst voordoen. Jij mag een willekeurige kaart. Wat je ziet mag je even in je hoofd nemen. Ja. En als je, dan draai ik me eventjes om. En als je dat gedaan hebt, dus stel dat je, nou, boer is slecht voorbeeld, stel dat je de harte aan zet, dan mag je die harte aan, zeg maar, erboven couperen. Ja. En vervolgens draai je die kaart om en steek je die ergens in het midden van het spel. Ja? Dus je mag even een willekeurige kaart in je hoofd nemen. Ja, die heb ik. Dan sluit je de waaier. Zoek die kaart heel eventjes op. En kopieer hem zo dat die bovenop ligt. Oh ja, en even kijken hoor. Waar is die gebleven? Oh, hier, ja. Ja, dus dan coupeer ik onder. Ja. Dan pak je die speelkaart, die draai je om. En die steek je ergens op zijn kop in het midden van het spel. Ja, helemaal gebeurd. Super, dan draai ik me weer terug om. Ja. Nou, ik ben niet zo onwijs goed dat als ik zo door het spel heen kijk, dat ik weet welke kaart ik mis. Dat zo goed ben ik niet. Ja. Maar ik wil toch een kleine poging wagen. Want ik heb natuurlijk, het was een geschutspel. Ik heb ze face up en face down geschud. Dus het enige wat ik heel veel doe. Oké. Ik denk dat ik het. Volgens mij had jij een rode kaart. Ja. En dat was dan een harte kaart. En dat was een lage harte kaart. Volgens mij heb jij de harten 3. Ja, klopt. Wauw. En die heb jij ook weer terug in het spel gestoken. Ja. Nee, niet dat je Nee. Hé, dan gaan we nog een kleine toevoeging doen. Want ik weet natuurlijk dat jij de harte 3 hebt. Maar wat ik ook weet, is als ik in mijn vingers knip dat er iets raars gebeurt. Want dan ligt het hele spel namelijk goed. Behalve jouw harten 3. Oh ja. Yeah. Ja, dus ja, dit is eigenlijk visualize. Ja, ik denk dat je wel weet wat het principe van visualize is. Alleen er zit een hele grappige, leuke toevoeging aan waar ik nog nooit van had gehoord. Nee. Nou, de toevoeging had ik ook gehoord, maar de combinatie niet. Nee, ja, precies. Leuk dus. Dat is een leuk ding. Ja, je kan het niet uit handen geven. Nee. Nou, het kan wel. Ja, maar dan weet je hoe het werkt. Dus, Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Dat had ik dus ook. En als je het eenmaal weet, dan denk je, gadverdamme, waarom heb ik daar zelf nooit eerder aan gedacht? Dus het is een hele leuke, nou, het is gebaseerd op het cheek-to-cheek deck. Ik denk dat ik daar niet al te veel, dat was al duidelijk. Ja, ik denk dat ik daar niet al te veel, zeker voor de mensen die al lang gewoon. Alleen nogmaals, hij heeft er een waanzinnig leuke toevoeging op aan. Sowieso zijn versie van het cheek-to-cheek, die laat hij ook zien, die heb ik overgenomen. Ja. Ik doe cheek-to-cheek heel veel, maar zoals hij, de handling daarover, waarom heb ik dan nooit aan gedacht dat dat ook gewoon allemaal kan met een cheek-to-cheek deck? Dus daar heeft hij heel goed over nagedacht. En die add-on, zeg maar, dus hetgeen wat hij nu heeft gedaan, dat jij dus zelf een kaart eruit haalt, dat ik weet wat je gekozen hebt zonder dat ik het kan zien. Ja. Die is gewoon echt super simpel. Dat is een dingetje wat je heel even moet oefenen. En als je dat eenmaal gedaan hebt en je hebt het geoefend, dan kan je dit altijd doen. Dus
Leuk effect, ik zal hem je uitleggen straks. Ja. Nou, daar, we gaan eerst even afsluiten. ik ben één ding eigenlijk, ik heb een verzoekje gekregen. En dat ga ik hieronder denk ik maar even neerzetten. Het is nu zomer, op het moment dat we dit aan het opnemen. Ja, joh. Korte mouw. Ja. Dus het duurt nog eventjes, maar ik heb een verzoek gekregen van iemand die kijkt heel vaak naar dit programma. En die zegt, joh, ik vind het superleuk, wil jij misschien een oproepje doen? Want ik ben op zoek naar een goochelpiet. Ik zei het bijna verkeerd. Voor een show. Dus als jij nou denkt, hey, dat lijkt me hartstikke leuk, dan zet ik hieronder eventjes een linkje of een dingetje waar je even moet kijken. Dus die man is op zoek, die jongen is op zoek naar een goochelpiet voor zijn show. Dinges. Dus nou, of ik dat even wilde oproepen. Nou, bij deze. Wat hebben we nog meer? Boulevard of Magic. Ja, augustus. 18 augustus, dacht ik. Ja, ik weet dat. Ik ben zelf op vakantie, dus ik ben er niet bij. Nee. En de golfgoocheldag is er ook nog. Ja, dat is wel heel leuk. 18 september. Volgens mij ook, ja. Ja? Dan ben ik er ook niet. Ben ik ook op vakantie. Ja. Nee, als je het leuk vindt, hier in Heemskerk, het wordt niet door mij georganiseerd. Het is toevallig in Heemskerk hebben we ook een golfbaan. En vanuit de NMU en een paar leden van onze golfclub, die organiseren dat. Jos en Gerhard. En als jij zelf actief bezig bent met golf, of als je denkt, hey, dat lijkt me wel eens een keer leuk om uit te proberen. Ja. Nou, geef je dan eventjes op bij een van de twee heren. Stuur anders mij even een mail, dan kan ik je doorsturen. Want anders moet ik hier hun mailadressen neerzetten. Dat ga ik niet doen. Dus als je zegt, hey, dat lijkt me wel leuk, die golfdag. Het is vanaf 11 uur. Ja, ze gaat volgens mij lunch erbij. Lunch erbij, maar ook s'avonds optredens / lezing. Dus ja. Wordt echt wel een heel leuk programmaatje, ja. Denk ik. En ook als je dus zegt, hey, ik heb nog nooit gegolfd, dan kun je opgeven voor een kliniek en dan ga je een beetje putten. En een beetje dat ga ik dus doen. Ga jij doen? Ja. Nou, superleuk. Misschien dat ik wel kom. Ik weet het nog niet. Dan hebben we nog de NK goochelen. Ja, 5 en 6 oktober. Nou. Dus zaterdagavond is er al is ook al wat. Dus ja. Je kent zaterdag ook al terecht. Nou, is er wel wat. Ja, nou, Dani de Artiest. Tikkie. Ja, ik ben erbij hoor. Ja. Ja. Ja, ik weet nog niet of ik heen ga, maar ja, dat zeg ik elke keer. Ja. ik heb ook nog, want ik heb allemaal flyers liggen hier, junior jeugdweekend en een jeugdweekend. Dat zet ik hier ook wel even neer. Die kan je ook voor opgeven als je tussen de 14 en de 20 ongeveer bent, zo een beetje in die leeftijdscategorie dacht ik. Of 24, ik weet het niet. Nee, ja, is het best wel. Oh, nou ja. Het is niet voor de hele jeugd. Okay. Het is oudere jeugd. En ik heb ook nog een flyertje binnengekregen, zie ik liggen, over een tweedehands goocheldag. Dat zet ik ook wel even hieronder neer. En dat wordt georganiseerd door de noordelijke provincies. Dus, een stukje rijden als je erheen wil. Maar goed, dat is denk ik ook wel de moeite waard. Ja, dat is de agenda. Nou, dan ik ben zelf nog 2 weken op vakantie. Winkel is ook echt dicht. Want ja. Ja, ik zou hem niet open laten als jij weg bent. Nee, dat dacht ik. Deur open, hè. Ordertjes gaan in principe wel eruit, maar wel met echte vertraging. Ja. Want ik heb natuurlijk een jongen werken, 2 jongens die dan dat doen. Maar die moeten dat 1 keer in de week gaan ze dat doen. Misschien 2 keer. Dus als je iets bestelt in mijn vakantie, hou echt even rekening mee met een flinke vertraging. En als je langskomt, dan sta je echt voor een dichte deur. Dus doe dat alsjeblieft niet. En dat is uit mijn hoofd van 7... tot en met 24 augustus. Dus. Nou, dan hebben we alles gehad. Mooi. Nou, dan hebben we het snel gedaan. 20 minuutjes, 25, 22 minuutjes hier. Nou. Hey, bedankt voor het kijken. Ja. Graag tot de volgende. En Doei. Doei. Nou, wat je dus doet is...